Hoi, ik zou me voorstellen. Ja. Tom. Sharon. Sharon, leuke naam. Bedankt. Yeah. Ik heb dus drie drankjes uit plekken die voor mij dan speciaal zijn. Dus ik heb een biertje uit Nijmegen. Ja, nou, een drankje uit Zuid-Korea. En dan heb ik thee uit Horen, want daar kom ik dus nu vandaan. Ja, Zuid-Korea, wat heb je daar dan? Ik ben daar 2 keer op reis geweest. Okay. En ja, ik kook heel graag Zuid-Koreaans. En ik volg nu ook een cursus Zuid-Koreaans. Wauw. Dus ik kan het een klein beetje spreken. Oké, okay, kan je eens wat zeggen dan? Ik ben Sharon, dat is misschien een Chonan Sharon Sharania, joh. Oké. Zo zeg je dat. Ah, fan man. Ik hoop dat wij vanavond samen slapen. Wel als het gewoon fijn voelt, snap je? Volgens mij, voor mij voelt het nu gewoon fijn en ja, kan dat prima. Dan zouden we wel samen in één bed kunnen. Hoe goed ben je in zoenen? Laat je dat beoordelen. Zo. Oké. Okay. Alright. Drie. Oh, hoeveel bedpartners heb jij gehad? Wow. Genoeg. Ja? Ja. Nog één. Nou ja, in ieder geval wel spicy geworden hier. Heb je wel eens bijna seks gehad dan? Of niet? Ja, was in Nijmegen de kans tot, maar... Mm-hmm. Nou, als ik connection niet voel, dan vind ik het heel moeilijk om dat verder te gaan. Dus dan hou ik de boot gewoon af. Ja, is dat ook een beetje angst of zenuwen of zo? Ja, misschien wel. Mm-hmm. Ja, het is wel, iets heel intiems. Ja, dat snap te delen. Ik. Ik zou dat niet zo snel doen. Nee, maar... daar was ik ook ooit. Ja? Ja. En toen, wat ik ook heel fijn vond, hè? Gisteravond in bed dat er nog even ging knuffelen. En dat voelde voor mij wel ontwapenend. En ik merkte ook al wat jij zei, van vandaag dat er iets meer spanning. Maar ja, super positief tot nu toe. En ik zou ook graag willen verlengen. Dus, Oh, echt superleuk. Ja, superleuk. Waarom zouden jullie zeggen dat het nog niet gelukt is bij Tom om een vriendin te krijgen? Wat een goede vraag. Ja. Ik denk dat wel een grote factor die meespeelt, dat wij in een christelijke studentenvereniging zaten. En daar is de cultuur heel erg dat je wel een christelijke vriend of vriendin moet vinden. Hoe vaak in de week wil jij seks als je in een relatie zit? Nou, weet je wat ik wel merk? Als je gewoon als man zeg maar je dingetje doet, mm-hmm. dat je gewoon daarvoor moet... Nou, masturberen. Oh. Ik merk gewoon dat ik daardoor gewoon, dat je vermoeid wordt daardoor. Als je het... Oh ja? Maar misschien komt het dat het misschien anders is als je het dan op die manier doet dan dat je het met de... Zeg je dat? Dat je het niet met je hand doet, maar gewoon met echt een vrouw zeg maar. Ja, nee. Maar ja, voor vrouwen is dit misschien ook wel weer... Nog heftiger, snap je? Is dat niet zo, Finn? Ik moet zeggen, dat had ik ook al gezegd, maar bij mij voelt er wel, of groeit er wel wat nu. Ja, nou, dat gevoelens. Heb ik ook. Ja, ja. En morgen gaan we hier samen weg. Ja, dat sowieso. Nou, een kusje. Ja. Wat denk je van mij? En... Vind je wel goed bij haar passen, ja. Oké. Okay. Wel niet te hard van stapel. Nee, over, snap maar... ik, maar nee. Ja, ja. Chill, ja. Gezellig. En ik zie ook wel aan haar dat ze gewoon het leuk heeft. Ja. Ja. Ze is wel gewoon blij, ja. Ja, precies. Ze vindt het heel leuk, ja. Nou, chill. Dat is wel goed om te horen. Op de match. Ja, op de match. En hopelijk een leuke tijd hiervoor. Ja, sowieso. Ja. Als jij gehaald hebt of zo, dan raak ik even zo de draag kijken. Dan moet ik steeds denken... Ja, serieus? Ja. Oh, leuk. Ik had gewoon niet kunnen dromen dat het zo zou eindigen. Nou, ik ook. Ja. Ja. Ik heb wel echt wel het gevoel dat we elke dag toch een beetje meer hebben leren kennen. Je vrienden zijn langs geweest. Ja. En toen dacht ik ook wel, ja, jij bent wel de leukste. Wil je met mij een weekendje weg? Ja, zeker. Ja. Ja, lijkt me leuk. Nou, ja, maak maar open. Alright. Ik ben heel benieuwd waar we heen gaan. Ik ben ook benieuwd. Ja, dat is een verrassing. Kan je voorlezen? Jazeker. Lieve Sharon en Tom, gefeliciteerd met jullie vierdaagse verblijf in Lang Leef de Liefde. Jullie gaan samen weg als match. Op dag 1 vonden jullie bij elkaar een passie voor koken. Het werd heet bij jullie. Het eten van chipjes gedipt in sambal en een intieme lange zoen zorgde ervoor dat de date in vuur en vlam kwam te staan. Toms onervarenheid tussen de lakens heeft Sharon niet afgeschrikt. Maar ook voelt Tom zich niet geïntimideerd door eerdere avonturen van Sharon. Tom, zet hem op en maak het memorabel. Nogmaals gefeliciteerd. Jullie mogen naar Fletcher Hotel Jagershorst, Eindhoven. Geniet van elkaar en veel geluk in de toekomst samen. Lieve groet, het team van Lang Leef de Liefde. Ah, oh, superleuk. Ja, superleuk. Eindhoven, ja. Oké. Ja, super. Komt goed, ja. Leuk. Ja. Yes. Echt heel leuk. Ja. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.